hofje van Peter Loridan werd gebouwd op de plek waar vroeger herberg de Gouden Wagen was gevestigd. Gedurende de 80-jarige oorlog ontvluchtte Peter Loridan de Spaanse bezetters die in het zuiden van Nederland waren. Hij verloor zijn familie en medegeloofsgenoten tijdens een grote pestepidemie in 1655. Daarop besloot hij, bij wijze van goede daad, een hofje te stichten. Kort nadat hij zijn testament had opgesteld, werd ook hij het slachtoffer van de epidemie. De executeurs testamentair kochten de herberg, waarna in 1656 het hofje werd gebouwd. Wanneer je binnenkomt in de centrale tuin zie je een galerij. Die wordt nu gebruikt als fietsenstalling, maar vroeger werd er de was gedroogd of deed het dienst als ontmoetingsplaats. Soms werd het in de herfst gebruikt om een rund te slachten, die was gekocht door de beheerders en verdeeld onder de bewoners. Het hofje werd gerestaureerd in 1964. Dit is het Eva van Hogeveenhofje. Zij kwam uit een zeer welgestelde familie en had daarom een behoorlijk vermogen tot haar beschikking. Het ligt voor de hand dat zij woonruimte wilde aanbieden aan ongetrouwde, oudere vrouwen. Na haar dood in 1652 kochten de executeurs testamentair enkele bouwlocaties. In het midden daarvan werden twee rijen van elk 6 huizen gebouwd. De doorgang naar de openbare weg werd gebouwd in 1659. Hierop is, als een voorbeeld voor het publiek, in een Latijnse inscriptie verwezen naar de zeer eerbare en prijzenswaardige vrouw. Haar familiewapen, een schaap, is ook afgebeeld. Dit schaap staat ook als het hoofdmotief bovenop de waterpomp die in 1739 in de binnentuin is gebouwd. Het Broekhovenhofje was een initiatief van Anna van Broekhoven. Zij vroeg haar broer Jacob om een paar huisjes te bouwen waarin arme mensen op leeftijd konden wonen zonder huur te betalen. Jacob respecteerde de wens van zijn zuster en stichtte het hofje. Er werden 14 huisjes gebouwd die 1 verdieping hoog waren.
duurde tot het einde van de 18e eeuw voordat een tweede verdieping werd toegevoegd. Dit kun je nog zien aan het metselwerk. Op de gevel van het toegangshuis zijn de initialen van Jacob en Anna van Broekhoven te zien. JVB en AVB. Dit hofje is gesticht door Samuel de Zee. Na 4 kinderloze huwelijken zou zijn erfenis naar zijn neven en nichten gaan, maar de relatie met zijn familie was niet bepaald vriendelijk. Daarom staat in de inscriptie boven de toegangsdeur: "Ik kan met mijn toegangspoort uw mond niet sluiten." En de inscriptie boven de straatdeur zegt: "Voor goede, doch niet rijke neven en nichten." Nog tijdens zijn leven kocht Samuel wat oude huisjes en begon ze te verbouwen. In 1743 werden er nog 11 huisjes en een beheerderskamer aan toegevoegd, waardoor de plattegrond nogal ingewikkeld werd. In 1981 en navolgende jaren werd een grote restauratie uitgevoerd.